Dit item wordt mede mogelijk gemaakt door Deltion College en IQ Media. Dus geachte Zwollenaren, hier komen we dus in het Koetsenbergstadion met het oefenterrein. Waar wij dus de hele week lekker trainen en onze activiteiten inplannen. En heel eerlijk, waar we elke dag doodgaan. En ik heb een platte band, hè. Zo, trainingje zit er weer op. Lekker ontspannen ritje weer naar het sporthotel, hè? Wow. Oh my! Zo, beste Zwollenaren, zijn we hier aangekomen aan ons sporthotel. Het Stellenbosch Academy of Sports. En gaan we lekker onze fiets wegzetten in het fietsenhockey. Nu gaan we eens een kijkje nemen in een fantastische gym, sportkrachthonk. Het is echt puur voor echte atleten en voetballers ook nog zelfs. Gewoon een kijkje nemen. De Stellenbosch Academy of Sport, we still quite a young facility. We're really aiming to provide a great training facility and environment for professional teams like PEC Zwolle across different sport codes. So we're quite young, we've only been going for 3 years. And as I say, our aim is really to support coaches and athletes in achieving their goals. Hartelijk welkom in de echt een fantastische gym. Het is echt enorm, de mogelijkheden zijn onbeperkt. Fantastische topapparatuur, 2 verdiepingen, full power gym. Aan de linkerkant heb je een hele medische ruimte voorzien voor alle atleten die hier in het hotel zitten. Je ziet voor en na de training kun je hier altijd terecht om oefeningen te doen. Het is van volgens mij 6 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds is deze gym open. 2 verdiepingen, echt top. Hier links hebben onze geblesseerde spelers de mogelijkheid om behandelingen te krijgen. Van onze masseur-verzorger Erwin Vultgave. Hierachter heb je nog een kleine ruimte voor de dokter. Ik weet niet of de dokter nou bezig is. Nee. Nee. Dus als er echt zaken zijn die afgeschermd moeten worden, komt hier onder begeleiding van de dokter, wordt er analyse gesteld. En worden wij verder geholpen. Ter ontspanning hebben we ook nog een zwembad. Maar dat is niet alleen voor ontspanning, dat is ook tevens om aquajogging en dergelijke. Jongens die geblesseerd zijn, die kunnen hier met de fysio terecht om een aquajogging en oefeningen te doen. Maar stel, als we dan eens een middagje vrij krijgen, dan is het gelijk zwembroek aan en bommetje maken het zwembad in. We, as I say, we've got a lot of rugby in Stellenbosch because it's a very rugby-rich heritage in Stellenbosch. But we certainly cater for most sport codes. A lot of athletes, a lot of triathletes, football, rugby, and a number of other individual sports such as swimming, tennis, and so on. Gaan kijken nemen in het restaurant, waar elke dag 3 maaltijden voor ons sowieso worden geserveerd. Diëtisten, koks, alles is ter beschikking en het is fantastisch eten. Alles is afgestemd op sportvoedsel. Hier is wat wij eten. Hier heb je een kijkje op wat het week 2 en 3 wat we gaan eten. Dus morgen vroeg staat er muesli, omelet met kaas, beef bacon en gebakken bonen op het menu en 's middags kip. Cottage pie, dat zal wel iets voor de Engelsen zijn. En dan staat er nog mashed potatoes, aardappelpuree. En s'avonds 300 gram. Alles staat ook in de hoeveelheden. En is gewoon alles perfect afgestemd. En mensen zijn hier super vriendelijk. Iedereen helpt je goed. En lekker eten. Dat is ongelooflijk. We worden hier in de watten gelegd. We were fortunate enough, before we got PEC Zwolle here, we had the Dutch ladies hockey team that returned again and they really enjoyed it. So I dealt a little bit with the national team from Holland already, which helped me a little bit. And of course, they're an absolute pleasure to deal with. Real gentlemen. So we've had a great arrangement and partnership with PEC Zwolle. Daar hebben we een heel zeldzaam beeld. Daar heb je Isaac Teunis in korte broek. Dat is een heel zeldzaam beeld dit, hè? Zoals een luipaard in de wildernis. Kijk. Dit is onze
besprekingsruimte slash materiaalhok. Ja, het ruikt hier naar Wes. Ik ga gelijk even een paar sokken stelen vanmorgen. Voilà, hebben we het ook weer. En ja, het is niet speciaal eigenlijk. Het is gewoon handig. Iedereen heeft zijn eigen stoeltje als er bespreking is. Speeltjes staan allemaal in stapeltjes klaargelegd. Allemaal op nummer. En voor de training kom je gewoon een setje halen en vamos, het veld op. Nu gaan we één verdieping hoger. Wees welkom. Dus hier hebben we een wasrekje waar we onze eigen spulletjes op droven. Twee bedjes. Ongeveer 80 graden warm. En alles dicht houden voor de muggen, maar fantastisch. Meer hebben we niet nodig. Gewoon lekker de momenten dat je kan, dan ga je lekker slapen. En dan, ik denk zelfs nog heel eerlijk dat het een van de netste kamers is die we hebben. Toch? Sowieso. En op voorhand kies je je kamergenootje uit waar je het beste mee kan vinden. En iedereen weet dat ik het goed met Bart kan vinden. Dat is een van de weinige jongens die niet snurkt, denk ik. Dus heb je altijd graag op de camera. I must be honest, I knew very little about Pax Zwolle before they came here January 2014. And I obviously did a bit of reading up on them. I do follow football closely. And like most people, I think I know the bigger clubs, if I can call it that, from Holland, the Ajax and the PSV's and so on. But once Pax Zwolle came here, we all became supporters of Pax Zwolle. And we followed them and we saw that they won the quarterfinal when they left here, the semi-final, and obviously when they were in the final against Ajax. We were fortunate it was on our national television, so we all watched the game, yes. Nou, als jullie het niet erg vinden, ga ik jullie moeten uittrappen, want ik stink redelijk en ik zou me graag even lekker douchen. Dus move, mannen. Hallo. Eruit, genoeg gezien.